Hey hallo, daar zijn we weer. Nieuwe video. We zijn hier met Marius. Hij doet net gezellig mee. We spelen in Survivor. Lekker Expeditie Robinson, maar dan op Roblox. Let's go, we gaan ervoor. Hey, maar snel, er zitten heel veel mensen. Go, go, go. Maar nu gaan we alleen wat gezeik krijgen dat we bij elkaar moeten horen. Ja, zeker, anders is we moeten tegen elkaar strijden. Alleen wel jammer dat Kei er niet is, want Kei is altijd degene die altijd even in die chat type van volgende Steel Games even, weet je wel. Ik hoop echt dat een van onze teamleider is. Nou, hier loopt echt een mooi dametje rond. Ja, deze. Die links, ja. Die lijkt ook gewoon echt. Nou, oh, oh. Ik zou aan sowieso voor het team kiezen. Oh! Ik ben beter allemaal zwakke kiezen, joh. Maar aan de ene kant niet. Maar nee, weet niet, dan lastig. Moet je juist stemmen. Nou, dan moet je stemmen. Nog 3 seconden. 1. En dan gaan we. Joining the game. Oh, je bent net van het platform afgestapt of niet? Nee. Oh. Oh, je was er wel aan het typen, jij, joh. Ik wou zeggen, joh, hot, maar dat was blijkbaar een scheldwoord. Ja. Oké. Okay. Een name. Een name. Laten we een keer iets verzinnen. Ik heet Fred Jan. Mensen komen allemaal, hoppa! Let's go, aan tafel, hoppa. Oh, eentje is maar gekomen. Oh, maar die gaat jou wel kiezen straks, hoor. Oké, wie gaan we kiezen? Ga je op mij of ik op jou? Ik kies op jou, want jij hebt een raar outfit. Ja, ik heb wel die gekke outfit. Ja, daarom. Een Turkse vlag, misschien denk ze. En die Turkse vlag, joh. Maar dat had ik gedaan vanwege die Turkse muziek toen. Dan gaan we. Hoe lang duurt het eigenlijk? Hoewel die spanning, die tijd is net voorbij, dus. I hope all of us are on the same team. You enjoyed me in. Wat? We kunnen allemaal op dezelfde team, joh. Oké. Ik ben wel Kamp Noord. Kamp Noord. Dat zijn precies twee dezelfde kleuren. Ik wil ook blauw. Ik wil blauw. Ja, ik ook blauw. Welcome everyone. Oh, you'll be divided into two separate tribes. You must play together. I will vote all friends. Each day you'll compete against the other tribe to win immunity. The tribe that loses we'll have to vote one of their tribe members off. This will continue until the tribes are merged. Redemption. Ja? Ja. Ik geloof jou, hè? Hey, maar eentje aan het laufen, hoe kan dat? Ja, maar hun zijn allemaal ook één team, hè? Ik hoorde dat hun allemaal vrienden zijn die bij elkaar allemaal zijn. Die rat. Zijn allemaal rat 2. Ja, daarom. Hun mogen helpen. Ja, maar hoezo kunnen hun lopen, joh? Mr. Krabs. Maar we moeten wel op elkaar stemmen, trouwens. Ja, ik ga sowieso op jou. Fred Jan. En hun kiezen allemaal op elkaar. Dus sowieso hun, twee van hun worden de leider. Nou, ja, maar moeten wij nu ook gewoon... Die ratten gaan allemaal bij elkaar in ieder geval. Nou, dat wel. Hoppa, kijk. De eerste rat is al gekozen. Eigenlijk moet hij nu gewoon nazi zijn en gewoon ook één rat kiezen. Ja, eigenlijk wel. Ja, maar ik, dat is net zoals met Gim, weet je. Word je weer als laatste gekozen. En dan voel je echt kloten. Terwijl je alles gaat winnen. Ja, ik weet. Maar wat doen we als we niet bij elkaar zitten? Ja, dat weet ik ook niet. Wat gaan we er dan voor? Ja, denk het. Maar tot nu toe zijn er nog wel een aantal ratten over. Ja, die dacht ik moet een rat. Nee, maar al die ratten gaan bij kijk elkaar. Kijk ons dan weer, en wij zeggen ook niks. Wat ook gewoon beter gewoon moet. Ja, en nu is het klaar. Nee, maar die andere twee lauvers dan. Oh ja, die lauvers. Oh. En hij gaat die rat kiezen, en dan hoop ik het echt. Ik ben sowieso gekozen nu, joh. Oh, hij kiest die. Hij kiest die Rim. Nee. Ja! Ja!
tussen elkaar. Oh, lekker joh. En nu zijn ze allemaal de lul. Nu zijn ze allemaal de lul. Nee, juist niet hoor. We zitten met één team. We gaan allemaal op hetzelfde stemmen. Ja, maar hun kunnen alleen maar op elkaar stemmen. Ja, maar hun hebben maar één iemand die geen rat is. Dus die ligt er sowieso uit. Op echt gelijk zoeken naar spulletjes. Het is er zover. Het is er zover. Fred-Jan, krap. Ik ga sowieso misschien volgende keer op jou stemmen, omdat ik daar Fred-Jan zou staan. Nee, doe normaal hoor. Natuurlijk. Maar vorige keer vond ik iets, hè, maar... Ja, maar... Dat was ook wel praten over 45 jaar geleden, maar... Hey, maar we moeten misschien even een band opbouwen met hun, hè. Wij gaan er gewoon voor. Ja, we gaan ervoor. We moeten die vrijstellingen vinden. Ja, en wacht, misschien moeten we even bij dat eerste... spelletje moeten een beetje veel praten. Zo. Ja, ja. Een band maar kom op jongens, we kunnen het aan, weet je wel. Oh, wat is dit? Hoe kan je typen? We can do this. Oh no, er eentje al. Wat is, wat moeten we doen? Let's get the challenge. Let's get to today's challenge. Maar we moeten iets samen doen, hè? We iets bij... A storage. The first person to submit. Enter, trap point. Dit gaat te snel voor mij. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik moet doen. Niemand snapt het. Hoppa, we hebben nog maar 2 seconden. Wait, what? Zeg eentje. Ik ben er going up next. Oh, zeg wat we moeten doen dan, hè. Oh, je moet onthouden wat er staat. Oh, ik ben hierna. Wat moeten we doen? Banaan, steen, boom, banaan, steen. Steen, banaan, steen, boom, banaan, steen. Steen, banaan, steen, boom, banaan. Niet te veel, ik moet nog. Laat, nee! Boom, steen, banaan, steen. Boom, druppel, wat? Ja, dat is moeilijk. Huh? Hoe snel was die gast, joh? 3-0. Maybe we cannot do this. Nee joh, maar die ratten die spelen dit altijd joh. Die ene zegt, I don't know what to do. Oh, maar hij moet echt die mooie dame. Oh, oh, die zit in hun. Dat is ook een rat. Die vieze ratten allemaal. Ja, maar ratten bij elkaar, joh. Paardenbeentjes hebben. Hun snappen het, de rest snappen het niet. Alleen waar wij tegen moesten, die snapt het allemaal wel. Een heel rap tempootje ook. Maar kijk, zij heeft alleen de looks. Kendall. En not the brains. Kendall. We gaan ook zeggen, you jealous, they triggered. Fuck you, man. Ja! Ik ben going up next. Depression, ja dat krijg ik wel van dit spel. We moeten lekker stemmen en dan maar ligt eentje van ons eruit en is alles weer te kloot. Nu gaat het helemaal fout, joh. Ze wacht expres, joh. Tijdverspilling. Vis, boom, 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 banaan, banaan, steen, dynamiet. Vis, boom, boom, banaan, steen, dynamiet. Vis, boom, boom, vis, banaan, boom, steen, boom, dynamiet. Banaan, steen, dynamiet. Nee! Help mij ook. Steen, dynamiet, dynamiet, steen, vis. Steen, dynamiet, dynamiet, steen, dynamiet. En nu? Wat was het? Fout, denk ik. Steen? Steen? Dynamiet, dynamiet, steen, banaan, vis of zo? Oh, ik had hem bijna, ik had hem nog veranderd, joh. Zo racist. Ik was een racist. Maar we moeten hun ook niet... We komen straks ook bij hun en die samensmelting misschien, hè? Ja.
En maar als je eruit gestemd wordt, dan zit je wel nog op dat bankje. Dan mag je stemmen op het einde. Maar die ratten zitten straks ook allemaal op dat bankje te stemmen op elkaar. In de finale. Ja, daarom. We zijn klaar, omdat we met een groot team zijn. Kijk, dit was even niet best. Misschien moeten we nou even achter zo'n steen neerzetten met iemand, weet je, om te praten. Net zoals echt iets. Of moeten we gewoon gaan? Voor de immuniteit. Ja, eigenlijk wel. Ze kunnen beter ook niet bij elkaar dan. Gaan we naar links. Even een visje vangen en... krabbetje, bananen plukken. Moeten we dan niet zeggen of zo dat we hout aan het zoeken zijn? We moeten wel even het kamp opbouwen natuurlijk. Hè? Want dat zou helemaal vet zijn, als je dan gewoon echt tussendoor nog even een boompje kan hakken of zo, weet ja, je. Ja, ja. En dat je überhaupt een normale finale hebt en dat we mensen mogen stemmen. In plaats van dat. Ja, Melvin, ik zie al jou alweer lopen en ik heb niks gevonden. Wat een kut eiland hebben wij. Ik heb iets gevonden. Ja, ja. Een fake. Ah, maar dit is een neppetje. Lijkt niks aan. Ja, maar die kan je wel stoer doen ermee. To give it to someone else. Kan het ook iemand geven? Om vrienden te worden. Oh, we doen wel redemption, dus je hebt een kans op terugkeer. Als je eruit wilt stemmen. Dan ga je naar Duivels Eiland. Ik kan het aan iemand cadeau geven. Zou ik het aan Riley geven of niet? Ja, ja, ja. Aan Riley. It's yours, zeg ik. Dan geef ik. Ik heb het gegeven aan Riley. Misschien ben ik er nou gelijk uit, zegt ze omkoperitis. En wat komt deze koude scent? Ja, maar het lijkt ook weer te lang. Het was vorige Kroger, eentje die echt langzamer. Ja, kijk maar waar ze ook zit. Zij, ik denk vind dat we haar gewoon moeten stemmen. Gaan ja, we haar stemmen? Zij is al het buitenbeentje, zij is al de zwart schaap. Ja. Hoppa. Op wie stemmen we? Op wie stemmen we? Zou we? Kijk, die is de crabs. Not me, zegt ze ook nog. Nou moet ze het sowieso, joh. Please. Ja, ik heb echt gevoel dat een van ons eruit gaat. Maar ik ben ook de enige met iemand anders. Die dat ding goed had. Maar dat zien ze dan weer niet. Ja, maar ik heb ook zo'n standaard outfitje nog. Iedereen ziet er heel cool uit. Ja, ik helemaal, hè, met Turkse pet. Maar jij wel, Turkse pet, een drone boven je. Sowieso op jou. Ze denken ook, Fred Jan, wat de fuck is dat? We hebben daar nog nooit van gehoord. Voor dat auto op die ass to be. I read the vote. First vote. Fred Jan, no. Oh. Ja, dat een van ons is dat. Met scraps. Zo nee. Candy. Kijk al. No, Justin. Met scraps. Dat tongetje ook, dat doet het hem, hè? Ja. Nee. Oh, Mikado! Hoezo dat, I joh? I will get revenge. Ja, maar ze zagen jou natuurlijk als sterke speler, omdat jij hem goed had. Daar gaat hij. Maar jij kan terugkomen, toch, zei je? Ja. I will get revenge. I didn't vote you, dat kan niet. Oh, dan heb je op mij gevote. Coming. Kijk wat hij helemaal links staan, hoor je weer gone. Hij zegt ook gewoon, I vote Fred. Zegt hij ook gewoon. Oh, but there's still a chance for you to return. Oh, ik zit op een heel ander eiland nu. The next challenge will begin soon. Ik zit helemaal alleen bij dat begin-eiland waar ik een drankje kan doen. Dit is helemaal niet zo erg. Oh, maar nou zit ik alleen met die gasten, joh. Ik voel ook geen klik. Nu ben ik dat buitenbeentje. Maar die anderen denken, zo'n paar stemmetje op die Candy gekomen. Ik zit nog steeds hier, hè? Ik zit gewoon in die... Oh, nee. Weet je wat we nu moeten doen? Dat hindernisparcoursje. Dat klimmen en over die dingen heen springen. Ja, maar ik kan ook niet even loop
ook bij jullie ergens? Want dit ik ging... zit hier gewoon op het begin-eiland. Dit ging vorige keer helemaal fout, joh. Waarom kan ik dit niet kijken bij jullie? Ik zit hier gewoon... Ah, maar ja, dat is normaal ook. We zien wel een jacuzzi. Maar stel je voor dat ik hier nu uitgooi. Moeten wij dan battelen tegen elkaar, of niet? Ja, dat moeten we. Dat zou echt kloten zijn, hoor. Maar jij moet alles winnen nu, volgens mij, hè? Ja. Anders is het klaar. Eentje, ze zitten al... op ons eiland. Zeg allemaal alweer easy. Zeg allemaal weer easy. Ja... 3, 2, 1. Ik hoef toch niet te beginnen. Maar dit duivels eiland is helemaal niet zo erg. Ik heb hier gewoon een bar waar ik drink. Your next! Een jacuzzi, een kampvuurtje. Alles. Maar ik wil kijken bij jullie, waarom kan dat niet? Misschien ga ik hier even een rondje lopen op het eiland. Misschien zie ik nooit. Oh, die, wie is dat? Is dat die Candy of niet? Ja, die moet je die pakken. Is, nee, die is juist goed bezig. Die verslaat die mooie dame. Oké, ik moet nu. Ik hoop echt dat ik terugkom en dat ik gewoon allemaal kan pakken. Ja, maar nee, weet je wat het is? Ik kom tegen zo'n tyfusrat als ik terug moet komen. En die hebben dit spel 100 keer gespeeld. Dat wel. Hoppa! Ik heb hem gepakt, joh! Het staat 0-2. Hoeven wij in ieder geval niet tegen elkaar te battelen. We will win this. Oh, maar waarschijnlijk moet ik meer challenges 3-0. Doen. Ik moet hier waarschijnlijk de hele tijd challenges. Ja, jij moet tot de allerlaatste. Nee joh, ik ben echt slecht ook overal in eigenlijk. Oh, ik kan hier wel trainen. Dat is een parcours. Misschien moet ik dat wel doen. Ja, je moet echt ik trainen. Ik heb een coin gevonden. Ja, hier kan ik gewoon. Oh nee, 3-1. Nu wordt het weer spannend, joh. Twee misschien moet ik dat parcours wel doen. Ik heb gewoon tijd om te oefenen nu. Ja, wij zijn ook zo'n parcours aan het doen nu, weet je wel. Maar dit is echt springen. Echt zo'n Minecraft parcours, lijkt dit. Ja. Oh, nee. Die ene is echt goed. Die klote ratten zijn goed, hoor. Ja, ik weet het. 2-3. Zo'n 3-0 voor, joh. Nee, ik was zo fan parcours. Ik heb mijn eigen spel hier gewoon. Misschien ligt er boven wel een immuniteitstoken ofzo. Ja, stel je voor, hè. Oh ja, Riley die is goed bezig, joh. Nice, easy win. Die andere heeft al opgegeven, die staat stil. Nee! You're next. Nee. Ik ga de hele tijd neer. Klote, nee, die Candy die gaat het verpesten, joh. Die Candy verpest het, nu staat het... Als ik nu verlies, dan staat het gelijk, hè? Kom op dan. Oh nee, die Candy doet het! Die Candy doet het! Nee. Yo, die parcours worden kleiner hier! Dit is een onmogelijk parcours. Maar ik heb wel tijd om te trainen. Ik zit vast. Ik ga heel soepeltjes doorheen. Oh, you have the fast time. Nee. Ik was zo ver. Nice. Oh. Ze hebben maar 2 puntjes. 10 seconden. Dan moeten ze gaan ze stemmen. En dan moet jij straks, hé. Ja, dan is het aan mij. Zo. Nee, ik flikker weer. Even die vingers en opwarmen. En als ik niet win... Wel, die dan vingers opwarmen. Dan gaan ze mij allemaal uitlachen, omdat ik zei, I'm coming for you. Ja. Ik weet niet of iedereen dat... Oh, ik heb een ketting om. Of we hebben allemaal een ketting om. 42, immuniteitsketting. Nu heb ik trouwens al heel lang de tijd om dingen te gaan zoeken, volgens mij. Want we gaan nu stemmen, toch? Ja. Ik ben gewoon leed dat dat cool. Ik wil echt weten wat daar boven is. Of als dit de challenge is straks, daar heb ik sowieso een voordeel. Er loopt al die bosjes heen, joh. Vorige keer vond ik eentje toen ik in de bosje heen liep. Ja, ik heb net ook een muntje door de bosjes. Heb je een muntje? Ja, een muntje gevonden. Voor jou daar? Ja. Nice. Dit is echt een moeilijk parcours. Dus er zit sowieso iets goeds daarboven.
Ze noemen mij ook wel de bosjes, man. De bosjes, man. Hey, maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren, duimpje omhoog te gooien. En dan zijn we volgende keer weer terug met deeltje 2. Yes. En dan gaan we zien hoe het afloopt. Of ik terugkom. Of die terugkomt. De spanning staat hoog, hoor. En of we in de samensmelting komen. Joejoe.